de dingen die Dante benoemt. En wat wij proberen in de voorstelling is eigenlijk het verhaal van nu. Het gaat over een illegale vluchteling die uit een oorlogsgebied in Afrika vlucht naar het paradijs, Europa. En daar eigenlijk van een koude kermis thuis komt. En wat ik hier naast heb gezet, dat gaat eigenlijk over een associatief, een vertaling van personages die Dante benoemt. Want die heeft het over Florence in de 14e eeuw en mensen die daar toen bekend waren. En ja, die kennen wij dus ook niet. Dus ik zoek naar mensen die daar die een equivalent zouden kunnen zijn in de moderne tijd voor de mensen die hij hier noemt. Ja, zo heb ik de flyers, die benoemde Dante, heb ik Yvonnie had ik voor bedacht. John de Mol als tovenaar, omdat hij altijd met werkelijkheid en reality TV aan de gang is. Berlusconi staat er ergens in. Deze is ook wel leuk. Charles Fay, 1895, de uitvinder van de fruitautomaat. Dat gaat dan over de dieven. Dat zou ik. Nout Welling, de directeur van de Nederlandse Bank, die zeg maar in de crisis ook heeft gezegd, ja, ik zag het aankomen, maar ik kon niks zeggen. Jack de Vries, de man van Defensie. Rijkman Groening, Wilders. Dus zo probeer ik een beetje alle figuren die nu actief zijn in de politiek en in het maatschappelijk leven, op een of andere manier plek in de hel te geven.